Verhalenkast is een laagdrempelige improvisatievoorstelling die gericht is op de buurt. Elke keer interviewen wij een andere gast die hier in de buurt initiatief heeft. En aan de hand van die interview improviseren wij verhalen, liedjes en laten we ook buurtgenoten met elkaar in gesprek komen. Ik raakte heel erg geïnspireerd. Ik vond het ontzettend leuk. Zo'n zondagmiddag, echt zondagmiddaggevoel binnenkomen. En er is muziek en een hele bijzondere plek. Ik fiets hier heel regelmatig langs. Ik had dit nog nooit gezien. Dus dat vond ik al heel erg leuk. Deze keer was de buurtcamping het thema. Dus we hebben de organisator van de buurtcamping ook gevraagd om als gast hier iets te komen vertellen. Er komen 55 campings door heel Nederland dit jaar al. Dus, dus je begon met één, ja. En nu zijn het er 55. Ja. Wat het leuke is aan de verhalenkast is dat de mensen die komen zijn allemaal buurtbewoners. En door vragen die wij stellen brengen we mensen in contact en wisselen ze dingen uit. Waardoor buurtbewoners elkaar op een andere manier leren kennen. Je hebt even contact met elkaar, er wordt geïmproviseerd. Je kan ook zelf vragen stellen aan de gast. Is het altijd in het weekend of een week of twee weken of drie weken? Ja, wij zeggen altijd, doen we het wel van vrijdag tot en met zondag. Zolang het niet meer dan 300 mensen worden, heb je na 3 dagen bijna met iedereen gezichtsherkenning. Of dat je denkt, hey. Ik zat toevallig naast degene die ook te gast was en daar wat mee uitgewisseld. Dus ik hoorde ook dingen over mijn eigen buurt die ik nog nooit gehoord had. En toen stond die zanger op en die begon gewoon prachtig lied te zingen. En alles kwam erin voor. Ja, ik vond het echt heel ontroerend. En het begon er met één. En nu kijk eens door heel Nederland om je heen. Storytelling, ja, gewoon een verhaal vertellen. Je vraagt hier ons eerst input, vul nou eens in wat u denkt dat hier op deze plek, op deze kampeerplek, ooit gezegd is. Met de input van ons als publiek werd een prachtig verhaal verteld over de buurt en heel fantasierijk. Een camping gaat een plek zijn waar de tijd even stilstaat. Dus iemand zei tegen Engelbert: heb jij die tent dicht gedaan? Briljant, zei Engelbert. Er moet iets zijn wat open en dicht kan. De verhalenkast is een heerlijke zondagmiddag waarin je mensen ontmoet en luistert naar prachtige verhalen en soms ook nog eens een lied daarbij. Leer je buurtgenoten en de buurt kennen bij de verhalenkast.